op het middenveld bij de En dus, let op je ouders. Oké, in de lucht dus drie vliegtuigen van de Air Company uit Engeland. In volgorde de Messerschmitt 109 die achterna gezeten wordt door een Hurricane en daarna door een Spitfire Mark 1. En ja hoor, het is gelukt, dames en heren. De Messerschmitt is aangeschoten door een van de, door de Spitfire in dit geval. Die Spitfire kon je vanaf de grond zelfs nog heel makkelijk aanschieten. Dat deed je namelijk door op de motor te richten. Als je die motor aan de onderkant raakte, daar zat de olietank. Dit is een typische grap, hij komt van de andere kant. Tegen de richting van de baan in. Luister en geniet van de Messerschmitt Mustang. En dit is nog op heel bescheiden snel en logisch. Maar dat is op zich nog wel een grappige manier om er ook over na te denken. Ik wacht heel even tot hij voorbij is. Als hij zegt natuurlijk van. Eigenlijk voor maar één iemand is bedoeld, namelijk Johannes van Hengel. Johannes, er is niets aan de hand. Behalve waarom denk je als je gaat verkijken en pas je van je werk bij bent. En dat hebben wij. Je bent geboren op 21 mei. Kan die vliegen en dan moet hij eraf. Deze werd nog eens een keertje grondig geïnspecteerd en verluisterd. En stelt u dit geluid nou eens honderden keren voor. Honderden. We wisten dat er 25.000 man zouden komen, toch? Ja, maar ik heb een half uur. Ja. Twee Boeing Stearmans die er als nieuw uitzien met 450 pk motor en die dadelijk weer uit de rook komen, hopen we. In de jaren 20 had je in Amerika een fenomeen dat heette de Barnstormers. Dat waren ex-vliegers.